Hallo mensen, welkom terug in Valiant Hearts The Great War. We gaan lekker verder waar we de vorige keer zijn gebleven, oftewel zijn afgesloten. Ja, ik kijk een beetje naar mijn schermpje, maar goed, we gaan gewoon lekker spelen. Als ik het goed heb, gaan we nu hoofdstuk 4 in. Dus dat gaan we zien. Ja, hoofdstuk 4, Rebellie. Heerlijke muziek toch altijd weer. Van Valiant Hearts The Great War. Their euphoria was short-lived, intercepted by German troops who still held San Miguel. Oh, Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans, while Anna was sent to the infirmary to care for soldiers. Good. On April 8th, the French forces launched an assault on San Miguel, an opportunity that Carl would not let slip by. Oké, ik moet me weer gaan omkleden dus. Waar is dat? Oké. Dan moet het aan deze kant zijn, aangezien ik de andere kant niet op kan. Dat is de eigenaar van Carl, denk ik dan, maar dat is mijn hond nu. Dat is de best. Frette. Oh, gelukkig, hij blijft bij mij. Oké, er was dus even iets misgegaan op de camera, maar we gaan gewoon lekker door. Oké, nieuw dagboek vrijgespeeld. Daar wou ik op zich wel naar gaan kijken, behalve dat ik bij iedereen nieuwe dagboeken heb. Dus dat ik dat dan maar niet ga doen. Oké, ik moet naar boven. En dan moet ik hierheen. En dan naar boven. En dan naar rechts toe. Hallo. Oké, ja, ik mag er dus langs. En ik kleed me weer om naar Duitse kleding. Jee, wat fijn. Goed gemaakt. Goed gemaakt. Alter Fritte. Hey, werk was ran. Heb runter nur. Hey, zwobbelebelak. Oké. Dus, ik moet denk ik alleen nog een andere helm hebben. Want dat hebben ze nu volgens mij wel 2 keer duidelijk gezegd. Zo van, zorg voor deze helm. Oké, wat? Oké, het is dus 2, 3. Ik wist niet dat dit zou gaan gebeuren, maar goed. 2, 3... 6. Twee, drie, 1 ga ik nu proberen. Hoeveel cijfers moet ik? Als ik ze allemaal moet hebben in volgorde, dan ben ik nog wel even bezig. Moet dus 7 zijn. Heb ik 6 al geprobeerd? Volgens mij wel. Ja. Oké, hint. Ik moet de bel luiden. En dan sleutels pakken. Ik denk dat ik sleutels moet pakken om het hok van de helmen in moet gaan. Oh, nu mag ik hier wel gewoon lopen. Oké. Dat is een vooruitgang. En ik denk dat hier ergens een bel is. Oh, dit is dat eerste gebouw nog. Oh. Ik mocht hier links niet verder lopen. Ja. Dit is niet zo goed. Nu gaat het echt heel lang duren volgens mij. Oh, dat wou ik niet doen. Ja, oké, volgende hint. Ja. Ik snap dat ik dan... Ah, hier is de bel. En dan? Oh, hè? Je moet de vlag omlaag halen. Denk ik, of juist omhoog. Ik denk dat ik deze appel tegen de... dinges moet aangooien. Oh, nee. De appel was puur voor een collectible, serieus? Het zal niet. Ik ga dan namelijk hier nog een keer proberen. Wat is de laatste hint? Ja, zie je, appel. Nee. Afblijven, jongen. Hij merkt ook gewoon helemaal niks van dit alles. Goed gemaakt. Goed gemaakt. Nee, nee. What the fuck, Walt? Goed zo, jongen. Goed zo. Ik bedoelde het niet zo. Kan ik dan nu hierin? Ja. Hey. Oeh. Ik pak ook wel echt de mooiste held die er staat. Licht. Dinges. Zie je? Ik wist gewoon dat hier collectible zou zijn. Oh nee, dit is geen collectible. Sorry, sorry. Ik wist dat het hier een collectible zou zijn. En... dan is het geen collectible. Goed hè, jongen. Maar waar zou ik deze code gevonden moeten hebben? Of is het helemaal niet 2, 3, maar is het eerst een ander getal? Oh. 8 zit er dus ook in. Volgens mij zitten ze er allemaal in. Oh. Oh, dat moet je dan maar net zien. Wacht, wat is dat hokje hier? Dat moet je dan maar net zien dat daar iets op het raam staat. En ik had het niet bepaald gezien. Maar ik snap het niet. Wat? Twee, 1, 3. Of heb ik nu een vlag? Zou ik nu een vlag hebben gepakt die ik dan moet ophijsen en dat ik dan via dat raam... Ik denk dat ik nu, als ik uit het raam kijk, met die vlag bepaald iets ga zien. Gaat hij dat ook doen? Ja, zie je? De vlag had ik nodig. Ik dacht wel dat het een koker of zo was. Een schede, zoiets. Maar het was dus een vlag. Als die hints er niet zouden zijn, dan zou het niet echt goed gaan. Clever. Clever. Zoals je ziet, de 1 wijst naar de 8. De 2 wijst naar een 1. En de 3 wijst naar de 5. Dus het is 8, 1, 5. 8, 1, 5. Onthouden. 8, 1, 5. 8. 1. 5. Yes! Zo, dan hebben we nu een backpack en een geweer. En ik zie daar een collectible liggen. Een zwaard. Oké. Oké! De Fransen komen eraan. En ik ben links nodig. Oké, dat was snel. Uh-oh. Snel naar binnen, naar binnen. Loop naar binnen, die hond had zich echt wel gered. Die hond redt zich altijd. En nu jij, zijn eigenlijke baas, is nu dood. Dat had hij ook niet gewild. Geloof me nou maar. Dat had hij echt niet gewild. Oké. We gaan in de vrachtwagen. En we rijden gewoon weg. Oh, oké. We zijn nu naar het volgende punt. Oh, gas. Nee, niet het gas. Niet het gas. Ik kan dus niet daarheen, want daar ligt een bombe. Oké, Volt is gewoon magisch naar boven gegaan. Ik zal hier wel naar beneden moeten. Oh. Boven is nu ook gas. Ik ga maar daar niet naar links. Uh-oh. En nu? Is het een collectible? Ja, jammer. Zoals we die waarschijnlijk kunnen gooien. Kan Walt hier onderdoor? Ik denk het wel. Ja! Althans. Hier ga ik maar niks proberen te doen. Wat? Oh, wacht, nee. Ik moet Walt de touw door laten bijten waarschijnlijk. En dan komt die kar daarachter. Oh, daar moeten we erachter trekken. Oh. Nee, dat was niet ver genoeg. Best wel moeilijk om dat goed te timen. Nee, oh. Hopelijk is het ver genoeg. Yes! Ik heb een gasmasker. Lekker Walt. Lekker. Teamwork for the win. Oh, dat is een gasmasker voor de hond. Clever die Duitsers. En nu kan ik Walt hierheen laten sturen, want dat is waarschijnlijk een gasmasker voor mij. Hoe kan hij alleen dat gasmasker vastpakken als het bek vol zit? Dus mijn camera alweer gestopt. Dat hoort niet. Ah, oké. De camera is leeg. Oké. Nou goed mensen, het is nu toch ongeveer de tijd geweest. Dus ik ga snel even deze video afsluiten. Hey, zoals jullie zien, we zitten in het gas. Dus we moeten even voorzichtig gaan doen. Maar goed, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En ik zie jullie in de vorige keer. De camera is er nu helemaal mooi opgehouden. Oké, mensen, tot de volgende keer. Ciao. Betekent dit nou dat...